Er vinden momenteel tal van ontwikkelingen plaats in het bankwezen. Aan de ene kant wordt het giraal bankieren gestimuleerd, maar aan de andere kant is deze optie niet voor elke Surinamer toegankelijk. Daarnaast is sparen in deze tijd een luxe. En wil jij je geld beleggen, zijn de opties niet echt denderend. Genoeg redenen om het bankwezen onder de loep te nemen. Een van harte goedenavond en welkom bij Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over het bankwezen. Na de break stellen we de gast aan u voor. En aan mijn tafel vandaag, Sacha Jabbar. Econoom, financieel consultant. Lang niet gesproken, lang niet gezien, Sacha. Ja. Maar welkom in de studio van ATV. En onze gastcolumnist, eigenlijk hebben we twee vrouwen die we lang niet hebben gezien, is Maggie Smeets. Welkom, Maggie. En Sacha, yes. Hoe gaat het met jou? Het gaat nog wel, hoor. Het gaat nog wel. Je moet echt je hoofd bij elkaar houden en je concentreren en zo, maar dat lukt, dat lukt. En weet je dat jij iemand bent, je bent financieel consultant en je maakt je echt druk over ons monetair systeem, het geldwezen en alles dat daarmee te maken heeft, het bankwezen. En je hebt bij de bank gewerkt, hè? Ja, bij een aantal. Hoe lang? Ja. In totaal, als ik het optel, waren ongeveer 3 banken. Eén als CEO en één als consultant. 13, 14 jaar. Mm-hmm. En op een gegeven moment zeg je, is genoeg. Yes. Je gaat je eigen ding doen. Ja, ja, ja. Ja. En wat houdt je consultancywerk in? En nu ben ik dus, heb ik een contract met een Canadese organisatie die ook ontwikkelingswerk doet. En financiële middelen ter beschikking stelt voor projecten die geselecteerd worden. En, en die moeten dus beoordeeld worden. Weet je, gaat het geld niet verspild worden, wat is de gewenste uitkomst en zo. Dus dat moet allemaal eerst natuurlijk in kaart worden gebracht. Maar dat is fijn, het is voor Suriname. Ja. Dus het helpt ook met het beetje, verbetering brengen in die omstandigheden. In elk geval in het geldwezen en zo. En ja, we zijn echt bezig met onder de loep plaatsen van het bankwezen. Misschien kan je even verduidelijken wat het doel is van een bank. Oké, dus daar springen we direct erin. Ja, ja. Want er zijn verschillende banken en als gevolg daarvan zijn er dus verschillende doelen die banken nastreven. Ja, ja. In Suriname kennen we vooralsnog algemene of commerciële banken. Die hebben dus als doel geld aantrekken van mensen die het willen beleggen of sparen. En dat geld uitlenen aan consumenten en bedrijven. En met het oogmerk om winst te maken. Maar er zijn een heleboel andere banken. We hadden ook een landbouwbank die echt zich bezighield met alleen het verbeteren van de omstandigheden in de agrarische sector. Ik weet niet wat er mee gebeurd is nu. Ze zijn gaan fuseren met de VCB. Oh, ja, er was een NOB, ontwikkelingsbank. Dus die heeft minder als doel om winst te maken, maar echt ontwikkeling te brengen, vooral in de industriële, licht-industriële sector. Die hebben voorlopig ook geen fondsen. Maar als je verder kijkt, bijvoorbeeld India, ik heb me echt daarin verdiept. India kent zoveel verschillende banken, bijvoorbeeld banken voor vrouwen. Er is de Grameen Bank, dat is een bank die echt hele kleine leningen geeft. Maar die hun vrouwen, het leven van die vrouwen echt verandert. Ze hebben miljoenen mensen uit de ergste poverty gehaald. En weet je, gebracht op een niveau waar hun kinderen naar school kunnen gaan. Geweldig. En dat was hun doel ook. Ja, ja. En dan heb je bijvoorbeeld Exim Banken, Export-Import Banks. Die hebben we hier nog niet. Alle banken doen alles hier zo. Ja, ja. Maar als je gaat specialiseren, kan je natuurlijk in de diepte gaan. Ja, ja. Je hebt Housing Banks. Die houden zich alleen bezig met housing, echt
En alles wat erbij komt dus kijken. Dus eigenlijk heb je echt gespecialiseerde banken, maar hier hebben we gewoon algemene banken. Dus daarom de term algemene banken. Klopt. Commercieel ook nog. Commercieel, algemene banken. Ja. En ja, straks gaan we daar meer over hebben. En ja, vooral het stukje COVID-19. Dat stukje eigenlijk, die pandemie, heeft er vooral voor gezorgd dat de giraalbankieren is versneld. Ja. Is het snel genoeg of zijn we niet zo ver? Ik denk dat het voor een deel van de bevolking, want het, weet je, het is, die bevolking is niet homogeen. Ja. Je hebt mensen die het geweldig vinden. Ik vind het heerlijk om thuis te zitten en alle betalingen te doen. Ja. Maar er zijn mensen die niet zo handig zijn. Toch? Met het internet, want je moet internet hebben. Ja. Met internet hebben, met boeken, met over, enzovoort. Dus, en ik denk dat het deel dat er moeite mee heeft, een beetje groter is dan het deel dat het fijn vindt. Dus daar, dat is echt een probleem. Je ziet het ook, mensen moeten geld ontvangen, ze hebben geen bankrekeningen. Ja, precies. Heleboel. Krijg je Monicarta dingen en dat soort zaken. Dus, nee, er is nog er zijn nog een heleboel mogelijkheden die moeten worden aangeboord. Oké, geweldig. En onze gastcolumnist voor deze week, zoals eerder gesteld, is Maggie Smeets. En natuurlijk nodigen we Maggie Smeets uit. Ik heb antwoord van de bank gehad. We hebben een pinpas aangevraagd. Het is tegenwoordig zo moeilijk om aan je eigen geld te komen. Conform uw verzoek is aan uw stichting Oppokong, een pinpas toegekend. Halleluja. Ik bedoel, het is zo moeilijk om aan je eigen geld te komen. De bank heeft een tekort aan US dollars. Want de bank is hun kasreserve, uw en onze kasreserve, gaan brengen voor boefdraan. Ik bedoel, je ziet, je weet dat die regering Aladol geld uitgeeft, beleent. Toch breng je ons geld naar daar. Het is net alsof je oma's spaargeld voor je drugsverslaafde oom Jero brengt. Isi, isaptak amanawan jonkie. Toch ga je heel hard huilen als die jonkie dat geld heeft opgerookt. Wauw. Dan komt COVID. We kunnen geen cash krijgen bij de balie. Begrijpelijk. Maar dan besluit je als bank om alleen de ATM bij het hoofdkantoor aan te vullen. Lekker lange rijen waar we dicht op elkaar kunnen staan hoesten. Daarbovenop neem je het besluit om checks af te schaffen. In Holland doen ze daar al 20 jaar over, checks afschaffen. Omdat ze weten dat ze bejaarde cliënten hebben die het gebruiken. Dus ze behouden dat stukje dienstverlening. Nee, niet onze bank. Onze bank doet dat gewoon in 20 dagen, midden in een pandemie. Dus, the bank moves in mysterious ways. Wij van Stichting Oppokong, we kunnen niet naar de balie. We kunnen geen US dollars krijgen. Checks no demoro. En onze internetbanking werkt niet. En weet je wat onze bank doet? 20 jaren zijn we al daar. Onze bank laat onze US-rekening inslapen. Inslapen. Omdat wij het niet gebruiken. En om het weer open te stellen, moeten wij 50 US dollar boete betalen. Boete! Wij!
En je hoeft niet te denken dat je naar een andere bank gaat, want het is allemaal één pot nat. Het is net een kartel. Maar goed, daarom hebben wij dus een pinpas aangevraagd. Dus ik ben echt blij hiermee. Laat me lezen waar ik het op kan halen. Disclaimer. Indien zich een schadegeval voordoet met uw pinpas, wordt u niet vergoed. Elke schade is voor uw rekening en risico. De bank is op geen elke wijze aansprakelijk. Op geen enkele wijze. Dus de man is een smokkel toen, hoor. Dat hoe dan? Dus ik zet mijn geld op de bank omdat ik denk dat het daar veilig is. Maar dan is elke schade voor mij, elk risico is voor mij, de bank is niet aansprakelijk. Hoe veilig is het daar dan? Dus als er wordt geknoeid met de ATM of je personeel maakt een fout of de bank wordt gehackt of beroofd. Of jullie brengen dat geld weer naar ergens waar het niet naartoe moest gaan. Dan kunnen wij naar ons geld fluiten en jullie gaan met de gouden handdruk lekker naar Bora Bora of zo. No. Jullie krijgen mij niet aan de drugs. Ik ga een brandkast kopen. Bitcoins. Ik ga beleggen in barbecues. Ik begin zelf een bank. Hoe komisch dat ook klonk, maar dat is de bittere waarheid wat Maggie Smeets hier heeft vertolkt voor ons. Ja, het is de pijn die zoveel mensen ervaren. Heeft u dat in 5 minuten kunnen zien, maar is natuurlijk veel meer. Het is toch wel pijnlijk wat de mensen overkomt. Nee, helemaal hard. Hè? Echt. Ik maak het zelf ook wel mee, ja, toch? Je krijgt geld toegestuurd, valuta uit het buitenland, thank God nog steeds. En dan kan je vervolgens $100 per week opnemen. Ja. Hoe kan dat? Ja? Natuurlijk zijn er factoren die de banken niet onder controle hebben. Zoals het hele valuta gebeuren in het land en dergelijke. Dat gaat boven hun pet, hoor. Ja. Dat gaat zeker boven hun pet. Maar het kan inderdaad dus niet zo zijn dat ik geld heb daar. En dat ik om mijn eigen geld op te nemen kosten moet betalen. Dat is voor alle valuta's, SRD. Dus er moet wat gaan veranderen. Ik snap dat de banken het ook moeilijk hebben, omdat alle kosten voor, weet je, de andere kant is de kosten voor security, de kosten voor de bankingprogramma's, de kosten voor het online banking, zijn hoog, zijn dure programma's. Toch? En eigenlijk is die hele financiële technologische infrastructuur ontworpen voor rijke landen met grote bevolkingen, zodat je een volume driven, dus hoe meer mensen, hoe lager je kosten. Ja. Maar wij met z'n 600.000, waarvan de helft maar internet heeft, wij gaan het betalen. Boy. Echt. Die kosten zijn gewoon sky high voor ons. Ja, zo iedereen neemt dat af. Want als je het moet delen, toch, door het aantal mensen dan. Precies. Per rekeninghouders, zeg maar. Ja, maar dat neemt niet weg dat de bank wat dienstverlening betreft wat vriendelijker kan zijn. There is always room for improvement. Toch? Er is altijd ruimte voor verbeteringen. En weet je, we hoeven het wiel niet opnieuw te gaan uitvinden. Er zijn andersoortige banken, we noemden al zo net een paar. Ja. Maar in ons zuiderbuurland zelf, mag ik daar een voorbeeld van geven? Ja, graag. Ja. Oké, daar heb je dus een bank, het heet Kasha. Het betekent kasje, box, voor geld. En die bank heeft in heel Brazilië 4200 outlets. Ze hebben geen filialen, ze hebben ook filialen, maar ze hebben outlets net zoals die Suribet shopjes. Ja. Overal zijn ze, overal. Je kan het grootste deel daar doen, maar het wordt niet daar behandeld. Het wordt via het hoofdkantoor, via ICT. Dus je kan gewoon geld daar opnemen of geld op je mobiel vaak, hoor. Op je mobiel, want contant is ook een risico deze tijd. Ja, ja. Maar ze zijn op markten, ze zijn op pleinen, precies als de Suribet Lotto. Dat ben je bij de mens. Je komt hun tegemoet, toch? Ja, maar daar is ook een miljoenenbevolking. Ja, zou het in Suriname lukken? Als het Suribet lukt, waarom het banken niet? Het is een attitude. Ja, ja, ja. Dat je in een toren zit met een dasje en een airco en allerlei dingen en zo. Ja, en, ja. Wat die kosten alleen maar gaat opbrengen, toch? Terwijl je, als je je service op het niveau van de mensen brengt, klopt. Eindelijk gaat het om eigenlijk de mensen. De mensen, toch? Ja, ja. Als er geen mensen zijn, maak je geen winst.
Maar dat vereist een ander soort bank. Ja. Weet je, je kan van een paard niet een ezel worden of omgekeerd. Ja, ja. Het is een andere soort bank. En daarvoor is er dus ruimte in Suriname. Ja, 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 ja. Want je ziet vaak de banken adverteren van ja, we hebben ATM's overal. Dus we zijn bij de mensen in bankie, filmala, pachoni, ATM. Is dat toch wel drempelverlagend dat je toch wel ATM's hebt? Kijk, financiële zaken betreffen niet alleen maar geld opnemen en storten. Hoor. Het eist ook dat je hebt snel even geld nodig om een voorraadje aan te vullen. Er zijn er dingen in de uitverkoop daar. Je wil snel geld hebben om, om een hele partij kleding of zo in te kopen. Of groene bananen, noem maar op. Dus je hebt verschillende niveaus van zaken doen in de bevolking. En die banken die we hier kennen, die dealen eigenlijk met zeg, middenklasse naar boven. Ja, ja. Maar dat onderste deel, wat het grootste deel is als je het in een piramidevorm zou doen, ja, die komt heel moeilijk aan zijn trekken. En daar zit de potentie ook. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk die groep wordt gewoon vergeten. Ik weet niet of ze vergeten worden, maar er zijn nog geen instellingen, en het hoeven geen banken te zijn hoor. Het kunnen andere soorten, het kunnen fondsen zijn, het kunnen buurtorganisaties zijn. Je hebt bijvoorbeeld in Amerika, of in bepaalde van die staten in Amerika, heb je gewoon community banks. Is gewoon voor een, wat we hier een resort zouden noemen. Ja. Alleen voor daar, om het resort te verbeteren. Ja. Toch? Je hebt een bank in Nederland, VNG, voor Nederlandse gemeenten. Ja. Toch? Dus wij zijn getraind erin om te kijken met oogkleppen. Dit is het en zo, mooie, dure kantoren en zo. Maar er zijn andersoortige manieren van, weet je, geldtransacties en zakelijke transacties doen. Oké. Okay. Ja. Laten we het nu over een andere boeg gooien. De centrale bank, tenminste de regering heeft onlangs een MOU getekend met de centrale bank. Waarbij ze tegen elkaar zeggen, de regering zegt we gaan niet meer monetair financieren. Heeft dat invloed op het totaal bankwezen? Het niet meer monetair financieren? Misschien kan je eerst even uitleggen wat dat precies inhoudt. Oké, als je 1000 gulden bij de bank hebt, als overheid, kan je niet 1500 gaan uitgeven. Toch? Die 500 is monetaire financiering, want het is niet gedekt. Ja. Ook nog door goud, monetaire reserve, ja, nog door valuta. Ja. Toch? En deze regering, in tegenstelling tot de vorige, sorry, die heeft gezegd, oké, we gaan, als we 1000 daar hebben, gaan we 1000 uitgeven. Ja. Hooguit kunnen we misschien 100 lenen, maar we gaan niet extra geld in omloop brengen, want dat zorgt voor inflatie. Ja. Toch? Te veel geld rent achter te weinig goederen en diensten. Ja, ja. En dan krijg je prijsstijging. Dus dat is goed. Dat is goed voor iedereen, gewoon voor iedereen in het hele land. Okay. Weet je? Dus het bankwezen in zijn algemeenheid zal daar zeker van profiteren? Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay. Mooi. En ja, de samenleving kan er geld niet opnemen waar het eerder over gaat, met die inner column. Oh ja. Ik had dat ook eerder aangegeven. Je wordt eigenlijk beperkt met jouw eigen geld. En ja, kunnen we de banken dat kwalijk nemen? Ik weet niet wat er zich heeft afgespeeld tussen de banken en de vorige regering. Ja. Maar het schijnt dus dat er wel hele veel leningen zijn gesloten. Die banken via de Vereniging Bankiers hebben gelden ter beschikking gesteld. Ze hebben geld geleend aan de regering. Waardoor ze nu een krapte hebben. Maar eigenlijk, je kan ook nee zeggen toch? Dus ja, dat denk ik zelf. Nu speel je eigenlijk slachtoffer terwijl je vrijwillig dat geld hebt geleend. Klopt. Eigenlijk als bank zou je ook kunnen inschatten wat er zou kunnen gebeuren. Klopt. Een aantal hebben dus geweigerd. Ik wil geen namen noemen hier. Maar 1 of 2 hebben geweigerd. En dat heeft ze dus echt, dat is echt in hun voordeel geweest. Anderen hebben, grote hebben dus heel veel geleend aan de minister van Financiën. Met als gevolg dat, weet je, dat geld om kredieten uit te zetten en zo echt heel erg is verminderd. In alle valuta's hoor. In alle valuta's. Met als gevolg dat wij, de consumenten, daarvoor opdraaien. Wie anders? Dus ik denk ook hoor, dus, de banken zijn verenigd om hun eigen belang te behartigen in de bankiersvereniging.
Het personeel van die banken zit bij CAO, met vakbeweging enzovoort. Ik denk dat de gebruikers, de afnemers van die diensten van de banken, we moeten ons ook gaan bundelen. Weet je, daar hoeven we geen vakbeweging, maar gewoon een consumentenorganisatie. Ja, belangenbehartigingsorganisatie. Want waar blijven mijn belangen? Hoe worden mijn belangen behartigd? Van die checks. Het zorgt voor ontzettend veel ongerief. En wat was de reden? Ja, we kunnen geen checks meer uitgeven, omdat het erg gevoelig is voor fraude. Fraude. Maar als de Amerikaanse US dollar, dat nou, dus de Fed dat had gezegd, want die US dollars worden continu vervalst. Ja. Dan gaan ze zeggen, we gaan het afschaffen. Ja. Dat is zo'n mooi woord. Je moet het beter beveiligen. Ja. Maar nee hoor, hier weet je, dus er is nog een hele lange weg te gaan, toch? Voordat we kunnen zeggen dat het bankwezen, en niet alleen dit bestaande, maar ook alles wat erbij gaat komen, en daar moet bijvoorbeeld de centrale bank moet iets gesprek mee worden gevoerd, dat er andersoortige financiële instellingen erbij komen, die eigenlijk beter de behoeften van het MKB, hoe lang zegt het MKB al, het grootste probleem voor hun, midden- en kleinbedrijf, is toegang tot krediet. 30 jaar. Ja, het is een klaagzang van jaar op jaar. Toch? Ja. Dus, nee, er gaan dingen moeten veranderen. Ja. Echt. Soms word je sprakeloos. Ja. Dus volgens mij de enigste commerciële bank die nog met checksboekjes werkt is Republic. Ze zijn van het buitenland. En waarom zijn wij apart van het buitenland? In het buitenland is hebben ze nog checks? Ik heb het gecheckt. Gewoon checks. Weet je? Ja. Soms gebeurt het, is wel een beetje raar. En niemand zegt, dus de centrale bank, ik heb een brief geschreven naar de centrale bank over een aantal zaken. Je hebt nooit eens een antwoord gehad. Deze zaken moeten echt gaan veranderen, maar ze gaan niet veranderen zolang er niet een georganiseerde situatie is die mensen vertegenwoordigt waarbij we gaan praten met de centrale bank, want die moet toezicht houden. Weet je, maar dit kan niet langer zo doorgaan. Ja. Het kost ons te veel geld. Ja. En je gaf al eerder aan van die, eigenlijk voor die communicatie moet eigenlijk beter worden. Zullen dan de klanten moeten dan een belangenbehartigingsorganisatie opzetten om hun belangen te gaan delen. Ja. Dus communicatie tussen bank en cliënt is daarbij heel belangrijk en vind dat het te weinig gebeurt. Dus net als met die soorten banken. Hè? De bevolking, nogmaals, je ziet het met COVID. Je kan niet op dezelfde manier communiceren met dat hele land. Ja. Met die groep moet je zo communiceren, met die groep moet je op een andere manier communiceren. Je moet je communicatie afstemmen op je doelgroep. Helemaal, toch? Helemaal. Mm-hmm. En dat moeten die banken ook gaan doen. Ja. Maar nu hebben ze dus niet die back-office om dat te kunnen, toch? Ja. Ze moeten mensen gaan inhuren en het kost een heleboel geld en zo. Dus het gebeurt maar, het gebeurt niet, toch? En ik maak dingen, ik help, ik assisteer gratis hoor, mensen. Die met bankaire problemen, een vrouw die je krijgt, die lost al 20 jaar af. En ze heeft nooit een saldo over zich gehad. Van hoeveel er nog de schuldrest is en dat soort dingen. Ja. Weet je, dus er zijn echt een heleboel zaken die moeten worden verbeterd. Willen we dus die groei die we verwachten echt gaan realiseren als land, als samenleving. Daarover straks meer. We pakken even een korte break, zijn we dadelijk terug. En welkom terug. En Sasha, je gaf eerder aan, de banken hebben meer geleend aan de overheid dan de overheid eigenlijk had aan te goeden bij hun. Dat wil zeggen dat er te veel geld is in omloop. Ja, toch? En nu hebben we begrepen dat er mensen worden geïnteresseerd om termijndeposito's af te sluiten voor 3 jaar. Is het een goede ontwikkeling? Ja, het heeft natuurlijk ook weer een heleboel kanten, toch? Maar inderdaad, wat er dus eerder te veel aan geld is gebracht in die samenleving, die moet worden geneutraliseerd, zeg maar, moet eruit gehaald worden. En waardoor ook die jacht op vreemde valuta een beetje kan worden verlaagd, toch? En die rente is redelijk. Dus voor mensen die wat geld kunnen, of bedrijven
die wat geld kunnen vrijzetten, wegzetten, is het een goede gelegenheid. Aan de andere kant, die rente is volgens mij 5% hè, voor 3 maanden of zo, 4 maanden. Als die inflatie hoger is dan de rente, ja, heeft het geen zin om te sparen. Ja. Want je verliest. Precies. Toch? Dus dat begint dan die jacht op die valuta, want iedereen wil dan zijn geld omzetten in valuta. Dus het is echt een fine-tunen. Hè? Het is echt helemaal op elkaar afstemmen van al die monetaire, maar ook reële maatregelen die banken en de centrale bank hebben. En die cambio's zitten er ook ergens binnen en zo. Dus het is niet makkelijk hoor. Ja. Want wat er is aangetroffen, het is echt heel fout. Dus om dat allemaal nou weer recht te trekken, het gaat wel inspanningen kosten inderdaad. En het loslaten van die koers, we zien na een maand dat die toch wel schommelt tussen die straatkoers die toen er was van 20 voor de dollar en van 21, 22 voor de euro. Ja. Was dat verwachtbaar of is het kunstmatig of is dit het? Kijk, als de centrale bank geen voorraad heeft, een monetaire reserve zeg maar, om die dollarkoers te ondersteunen en te gaan interveneren als het, toch, als de centrale bank interveneert, dat wil zeggen, ze geeft dollars en ze kreeg daarvoor SRD's in ruil, waardoor dat aanbod van dollars een beetje groter wordt. Ja, ja. Dus als je dat niet hebt, als je geen geld hebt om te zeggen van, mensen dat ding, dan moet je het loslaten. Ja, ja. En dan maar hopen en die maatregelen die eromheen zijn getroffen, toch, om die vraag een beetje in te perken. Er zijn ook maatregelen getroffen om van die exporteurs, dat ze een deel van hun export, maar dat vind ik niet onredelijk hoor. Je produceert hier, je arbeid is hier, je maakt gebruik van de wegen en het water en het netwerk van elektriciteit. Ik vind het niet meer dan redelijk dat een deel, niet eens alles, een deel van je export earnings terugkomt naar Suriname. Het is ook een maatregel om die dollarvoorraad een beetje groter te maken. Dus, want ik weet, Trinidad is niet makkelijk om je dollars uit het land te krijgen. Er zijn zoveel maatregelen. In Brazilië mag je niet eens dollars hebben. Je mag niet hebben. Als je naar de winkels gaat en je wil met dollar betalen, zeggen ze, ga het eerst wisselen. Weet je? Dus, maar denk je dat dat zou werken hier of het zou averechts gaan werken? Weet je, bij ons speelt er dat de helft van onze, een derde van onze bevolking in Nederland zit. Ja. Toch? En die sturen euro's en toestanden en zo. En dat is goed, ik ben blij daarmee. Ja, ja. Want het helpt de mensen hier zo. Dus het is heel moeilijk om het te gaan terugbrengen. Toch? Ja. Het is moeilijk. Maar het is ook moeilijk zo hoor, met die 3 valuta's en zo. Ja. Het is niet makkelijk. Maar denk je dat met al die verschillende zaken die we hebben in ons monetair systeem, dat het gaat helpen binnen kort termijn om zaken te neutraliseren? Om wat die SRD weer sterk te maken? Die maatregelen zijn in gang gezet, toch? Dus we moeten even kijken hoe dat uitwerkt. Hè? En daarom is het belangrijk dat ze dus nu een soort covenant hebben getekend dat er dus geen monetaire financiering meer gaat plaatsvinden. Dat er niet nog meer SRD's in omloop komen. Weet je? Mm-hmm. Zodat, en dat die productie moet worden aangepakt. Precies, want eigenlijk je leent geld als je niet hebt. Klopt. Ik hoor... Ja, je kan niet eeuwig blijven lenen. Ja, maar ik hoor weinig over hoe de overheid geld verdient. Dan belastingverhogende maatregelen. Klopt. Je moet die productie gaan opvoeren. Toch? Ze moeten er volgens... Ik denk dat ze er wel een beetje mee bezig zijn hoor. Maar als je... Dus je inkomen is niet genoeg voor je uitgaven. Dan kan je gaan zeggen, je gaat lenen. Zoals de vorige minister van Financiën. Of je gaat zeggen... Ik ga nog een job doen. Ik ga nog andere zaken doen waardoor ik geld kan verdienen. Mm-hmm. Weet je? Dus daar staan we nu. Ja, maar je gaat zelf aangeven, want die MKB is eigenlijk die grootste groep. Eigenlijk klap. Die drager van die samenleving. Klap. Dus die investeringen daar, dat moet de overheid niet daarvan hebben? Ja, natuurlijk. En dus ik weet niet of we moeten... Dit MKB vraagt al 30 jaar, laten we zeggen 20 jaar... om toegang tot krediet.
En het is onderzocht hoor, er zijn een heleboel rapporten en zo geschreven. Dus blijkbaar is er iets in die kredietstructuur in het land, dat, waardoor die twee niet bij elkaar kunnen komen. Ja. Toch? Het MKP, het MKB, sorry. Maar ook eronder hoor, kleine bedrijfjes en zo. Het duurt te lang. Die banken, de rente die die banken in rekening brengen, omdat het commerciële banken zijn, is te hoog om productieactiviteiten te kunnen financieren. Laat me daar een voorbeeld van geven. Een project of een economische activiteit wordt beoordeeld door die banken op een aantal indicatoren, toch? Ja, criteria. Yes. En een van de belangrijkste criteria is de terugverdiencapaciteit van het project. Ja, toch? Toch? Ja, precies. Als ik dat geld stop in het project, hoeveel rendement heeft dat geld? Ja. En de banken kunnen niet beneden die rente gaan zitten die ze moeten betalen aan beleggers. Ja. Dus als de beleggers 8% geven, moeten de kredieten minstens 10 of 11, want ze moeten ook hun kosten goed maken. Ja. En welke sectoren hebben een interne rate of return van 11 en 12 en 13? Ja. En de... Heel weinig. Heel weinig. Weet je? Ja. Dus dat is dat ding. En er zijn zoveel fondsen geweest, altijd verkeerd gegaan. Waarom? Omdat, weet je, nog steeds een bakkaprasie of zo mentaliteit hebben. Ja, mijn vriend moet emotie. Ik moet zijn wel mangeren en zo. Je weet dat soort dingen. Ja, ja. Het moet niet zo. Het moet geld gewoon gaat professioneel. Helemaal niet waar het moet gaan. Precies. En hoe beter. Dus wanneer straks die olie gaat worden gevonden, of dat is dat gevonden, maar gaat worden geëxploiteerd. Dan ga je een heleboel vraag hebben naar allerlei jobs, diensten, ja. Toch? Lassen, werk, boren, pijpen, allerlei dingen. En ons bedrijf, een deel van het MKB, gaat dat moeten doen. Ja. Dus het is alleszins raadzaam om gewoon een apart fonds snel op te zetten, toch? Met geen spaargelden en beleggingen, maar met geld van of IFC, International Finance Corporation, ja. Dat is van de IDB. Die heeft speciaal een afdeling voor bedrijven. En ze lenen je geld en niet tegen 12%, zoals Oppenheimer, ja. Maar 3%, 4%, 5%. Ja, als je de productie wil stimuleren, klopt. Dan moet je precies die rente ook niet hoog zijn. Klopt. Ja, ja, ja. Weet je? Dus dat moet zo spoedig mogelijk worden gedaan. Anders gaan we voor de zoveelste keer de boot missen. Ja, want ik weet zeker. De directeur, toenmalige directeur van Staatsolie, mm-hmm. Die gaat in de studio Elias, en die reageert ja. Van, we moeten ons klaarmaken ja, voor wanneer die ja. Olie ja. Gevonden was. Toen was het, moest nog gevonden worden. Klap. En nu is het al gevonden. Klap. Hoe ver zijn we? Klap. Want je Klap. Hebt het met name over die toeleveranciers Klap. Van de producten die geëist zullen worden. Ja. Dus we hebben een hele... Er zijn gelukkig wat instituten die dat MKB versterken. Ik denk bijvoorbeeld aan een Polytechnic College, ja. AMTO. Er zijn particuliere trainingsorganisaties. Maar... Als die olie eenmaal gaat worden gewonnen, jongen, alleen Newmont, weet ik, heeft 350 leveranciers. Ja. Laat staan als er 3 of 4 operators gaan zijn. Dus we zijn hier anders, ze kunnen het makkelijk en halen. En als die jongens moeten landen. Worden opgeleid om te lassen onder water en allerlei moeilijke dingen te gaan doen die nodig zijn bij oil rigs, moeten ze nu beginnen met trainen. Want die opleidingen duren geen 3 maanden. Ja, precies. Maar... Ze duren 3 jaar. Zijn we niet laat. En dan moet je apparatuur kopen, ja. Aanschaffen. En dan moet je dat fonds hebben. Dus je kan... En het idee of de mensen, de regering met name, echt bezig is hiermee? Of zijn ze echt gefocust op... Ze zijn bezig met dus die... het heet local content, toch? Ja. Ze zijn bezig daarmee. Dus wat kan het Surinaamse MKB, maar ook die grotere bedrijven, als weet je, Koolwipsing, FSA en dergelijke, Staatsolie zelf, wat kunnen ze gaan toeleveren aan die olie- en gasindustrie? Als het eenmaal zo ver is. Maar al die lastbedrijven, die bedrijven die gereedschappen en onderdelen maken en draaien, rijden en noem maar op, die moeten ook gereed gemaakt worden. Ook protective PPE's voor, de, ja, ja. Voor die industrie. Je weet, ze hebben allerlei ja, ja. Pakken en zuurstoftoestanden. Die kunnen hier gemaakt worden, maar jongens, het zijn vaak jongens, 30 jaar en plus, die in die branche zitten, ze moeten getraind worden.
Want er beginnen nu reeds mensen van internationale Filipijnen te komen. Maar die jongens, die zijn, ze zijn niet gekwalificeerd. Ja, ja. Ze zijn niet gecertificeerd. Dus eigenlijk missen we de boot er wel. We moeten snel doen. We moeten echt heel snel doen. Er zijn echt monteurs van machines, zwaar materieel en dergelijke. Weet je, buizenproducenten. Dus eigenlijk, ja, met dit gegeven moet die MKB, midden- en kleinbedrijven, zo spoedig als mogelijk... Ze moesten al begonnen zijn eigenlijk. Ja, dus maar als ze nog niet, laten we ervan uitgaan dat ze al begonnen zijn. Oké. Ja, toch, want anders is het echt iets om dan te horen. Even iets anders. Kan je wel beleggen in Suriname? Is het wel, ja, we hebben net geschetst wat het allemaal is. Ja. Maar... Op de keeper beschouwd, is het wel interessant om te beleggen in Suriname? Jawel, toch wel. Het is het beleggingsportefeuille, check nou term toch. De beleggingsportefeuille in Suriname is niet zo uitgebreid als in het buitenland, in Europa en VS. Daarom kijk ik ook nooit naar die landen, omdat die economieën zijn niet te vergelijken. Nee, precies. Maar ik weet van een heleboel families en bedrijven en mensen die weg... Wel wat hebben kunnen wegzetten, vroeger, 20 jaar terug, dat grond. Heb je die trend gezien wat er is gebeurd met de grondprijzen? Ja. En met bouwmaterialen. Oh, daar praten we niet eens over. Toch? En met medicamenten en dergelijke. Ja, ja. Dus kort zeg, kort gezegd, grond en woningbouw, dus real estate, is altijd, in de hele wereld, is het een goede belegging. Hmm. Weet je, want een belegging betekent niet dat je het over 2 jaar gaat weghalen. Ja, je zet je geld vast. Hè? Voor je kind, ja. Toch? Of voor je kinderen, voor je grandchild. Het is minstens 10 jaar dat je het moet wegstoppen. Ja. En dan heb je dus inderdaad dus, gronden. En je hebt industriële gronden, je hebt agrarische gronden. Ja. Je hebt gronden voor woningbouw. Hè? Dus ik stel me voor, in Nikeri is er nu een jacht. Wat denk ik hoor, want... staatsolie heeft zich laten ontvallen dat waarschijnlijk een short base daar komt. Ja. Toch? Dus als je nu een stuk grond koopt, is het over 5 jaar, is het 2-3 keer waard. Ja. Dus er zijn wel. Je kan ook aandelen en obligaties kopen. Staatsolie obligaties zijn een vloek en een zucht uitgekocht. En al had je $100 kon je kopen. Ja, ze hebben dus die drempel zo laag mogelijk. Klopt, en dat was echt heel fijn hoor, dat was echt heel fijn. Obligaties, de overheid geeft soms, de centrale bank geeft obligaties uit soms, maar ook bedrijven. Ja. Of aandelen. Ja. Ik weet niet, volgens mij is de aandelenbeurs, we hebben een soort aandelenbeurs van 12 bedrijven. Ja, ze hier in de studio gaat een keer. Ze zijn lang niet bij elkaar gekomen, toch? Dus dat is ook niet een echte optie en zo, maar... Maar het is wel mogelijk in die end om toch je geld te investeren in ze. Beleggen, hè? Te beleggen. Het is een verschil. Ja. En solarparken in Europa. Solarparken zoeken over de hele wereld naar geld. Oké. Okay. Yes. Dus je kan beleggen daar. Ja. Okay. En dat is 5-6 jaar. Ja. Renewable energy. Ja, windmolens en zo. Solarpark. Veel windmolens nou hoor. Ja. En ze zoeken echt naar geld. En ze hebben allerlei, en ze zijn, hoe zeg je dat, gecertificeerd door de autoriteit financiële markten. Oké, dus helemaal legit. Aye boy. Oké, en ja, er is veel gezegd over die 19,5 miljoen euro die onze banken hebben. Ja. De Nederlandse regering heeft geconfiskeerd. En de Nederlandse Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan. Dat geld terug moet. Wat houdt dat geld nog daar? Boy, $1 million question. Ik weet het niet echt. Ik weet het niet. Ik heb daar geen idee over. Daar zou je moeten weten wat er speelt bij Openbaar Ministerie. Maar heeft het, eigenlijk die vraag die ik moet stellen is, heeft het effect, die 19,5 miljoen? Stel dat geld komt morgen naar Suriname. Zal er beter gaan? Zullen we iets merken? Ik denk dat het aanbod van dollars erdoor een beetje zal worden vergroot. Omdat, wat ik heb begrepen, de centrale bank euro's omzet in Miami voor dollars. Yeah. In Miami willen ze euro's hebben en wij willen dollars. Dus is mooi, toch? Dus door die 20 miljoen, 19,5, heb je iets minder aanbod van die dollar.
toch? Mm. Dat is één. Twee, dat geld was dus niet van die banken zelf. Yeah. Het was van mensen die daar bedrijven geld hebben geparkeerd en zo, toch? Dus die hebben een, hoe zeg je dat, ze hebben een gat. Want je hebt minder geld om mee te werken. Dus je hebt minder verdiensten, omdat je minder geld hebt om mee te werken. Ja, maar kan de bankje zeggen, ik heb nog geld daar geparkeerd? Als er wat ermee gebeurt, is het mijn risico. Dat is zo. Het is hun risico. Het is jouw risico als bank. Risico. En daarom, volgens mij doen ze wel hun best, hoor. Ja, ja, ja. Ze betalen allerlei dure advocaten om het vrij te krijgen. Dus, ja. Maar in de tussentijd moeten ze dan voorschieten hun eigen geld, want... Ja, ik denk dat je dus meer moet gaan aantrekken en je eigen vermogen moet gaan optrekken. Weet je? Mm-hmm. Dat wil zeggen, je moet meer winst gaan maken. Mm-hmm. Dat wil zeggen, je moet meer kosten in rekening gaan maken. Oh ja, dan komen we weer op hetzelfde neer dat die kleine man nog meer wordt gechoked. Echt, zo gaat dat, ja. Ja, 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 ja. Maar door al deze, want ja, ze gebruiken vaak een duur woord, die banken. Due diligence, want er wordt op ons gelet. Suriname kan op de zwarte lijst worden geplaatst. Dus het is daarom dat we al die maatregelen in place moeten brengen. Dat het zo hemeltergend is om een account te maken. Een rekening aan te maken. Dat is enerzijds. Aan de andere kant kan je, als je naar de reclames kijkt op de televisie, kan je online een rekening openen. Maar is het zo makkelijk? Met je mobieltje. Is het zo makkelijk? Maar ja, ik heb het niet gedaan hoor. Ik werk niet mobiel. Dus... Het zijn inderdaad wat vereisten, vooral als je correspondent bankers hebt, toch? Ja, ja, ja. Die doen die vereisten. En dat... Wat is dan zo'n correspondent? Kan je even Dus als wij in Suriname een betaling willen doen in Europa, mm-hmm. dan kan bijvoorbeeld een van deze banken, noem de SB of andere bank, kunnen niet met die euro's naar Nederland gaan en betalen. Ja, precies. Ja? Ze hebben een bank daar die optreedt als hun vertegenwoordiger en die de betalingen daar doet. Want je hebt geen vergunning om te opereren op die bank, in Europa. Op die markt, ja. Ja, op die markt, ja. Dus daar hebben ze correspondentbanken. En die correspondentbanken die vallen onder dus echt hele strenge toezichtregels van hun toezichthouders. Mm. En alle businesses met wie ze zaken doen en alle toeleveranciers en alle klanten moeten dan gescreend worden op de vereisten van... Ja, ja. Die toezichthouders in Europa en Amerika. Okay. Toch? Dus daarom eigenlijk al die strenge... En dan zijpelt het door. Ja, maar dan krijg je ook een bankwezen die niet echt afgestemd is op de kleine man. Helemaal. En dat is wat er nu gebeurt, toch? Ja. Mensen willen COVID-steun ontvangen, maar hoe? Moet je met cash gaan rondlopen en weer zakjes en envelopjes met geld? Weet je? Ze hebben geen rekeningen. Dus er moet echt in Afrika, dus Afrika is een groot continent hoor, maar van alle mobiele platforms waarmee je kan betalen en ontvangen, is 55% in Afrika. Serieus? Ai. Dat is toch mooi en het zijn een aantal landen, want weet je, we zien altijd hele nare beelden. Ja, precies. Maar er gebeuren echt goede dingen daar ook hoor. Ja. Bijvoorbeeld in Zambia, in Ghana, in Rwanda heb je... mobile banking programma's die zelf ontwikkeld zijn daar, waardoor mensen tot zoals we in het binnenland hebben. Ja. Weet je, of mensen kunnen hun transacties doen. Ja. Maar hier heb je ook een paar apps van de Hagerinbank, andere banken, waarbij het gestuurd. Maar heb je idee of het echt dan moeten we wat onderzoek doen, hè? Hoe gaat het, hoe loopt het enzovoort. Ja. Want als je kijkt naar Afrika, zou het moeten werken. Ja, echt hoor. Een PESA, toch? Het is mobile PESA, dat is echt een hele grote. Het is een jonge vent die van de universiteit kwam en hij dacht van nou, dit kan niet. Heeft hij zo'n ding ontwikkeld en binnen 5 jaar, echt een groei van je welste. Dus dat zijn mooie dingen, dat zijn dus echt mogelijkheden die we hier ook nog hebben. Want eerder gaven we aan van die bevolking is een groot deel dat echt de mensen die naar de kassa gaan in de bank zijn echt niet zo ver. Als we dit alles willen, zou je wel toegang tot internet hebben. Je moet tenminste een smartphone hebben om al deze zaken te kunnen doen. Klopt, klopt. Het is, alles hangt samen met elkaar. Ja, precies. Dus, je moet een foto kunnen maken, je moet, enzovoort. Dus en eigenlijk, ter afsluiting van het programma, hoe zie je de toekomst
wat dat betreft in ons financieel spectrum. Mm-hmm. Binnen 5 jaar gaat het lukken? Of moeten we wachten tot dat staatsolie die olie gaat, uit de grond gaat halen? Nee, boy, we moeten echt niet alle onze eieren in één mandje zetten, toch? Want je bent, hoe dan ook, al hebben we olie of gas of niet, die agrarische sector moet, ja. Die agrarische industrie. Ja, want toeleverantie, zoals toch? We eerder, ja toch? Eten gaat altijd nodig zijn, voedsel. Ja. Maar inderdaad, het moet op bepaalde manieren, volgens bepaalde procedures en processen, moet worden geproduceerd. Weet je, dus al deze training, en de LVV is al lang ermee bezig, hoor. Ja. Maar ik weet niet hoeveel mensen ze bereikt hebben. Misschien naar aanleiding van jouw vragen, dat ik, weet je, een onderzoekje ga doen van, ja. Hoe staat het daarmee? Ja. Hoe snel gaat het? Weet je? Want er is vraag naar onze producten. Oh ja. Dus eigenlijk, maar ja, nou, we hebben al genoemd waarom mensen soms ook niet kunnen produceren. Ai. Maar toegang tot vooral de financiën. Klopt. En dan is de cirkel rond. Ja, echt is de cirkel rond. Dan kunnen we hiermee afsluiten. Mm. Dank u wel voor het hebben willen kijken natuurlijk. Dank u wel, ja. Sacha Jabbar. Yes. En natuurlijk hartelijk dank Maggie Smeets. Okay. En heeft u dit gemist, dan wil ik u verwijzen naar onze Facebookpagina ATV Suriname. Of onze YouTube-kanaal ATV Suriname. Ik wens u een heel fijne avond verder. Tot de volgende week maandag. Dag.